beste Theo en Lizzie, Paulien en vriend Vincent, die, als ik het goed begrepen heb, via de livestream meekijkt. Integer tot op de knook. Zo komt de krant op 3 april boven een portret van gouverneur Theo Bovens. Kort daarop verschijnen berichten dat hij is vertrokken vanwege een integriteitsaffaire of subsidieschandaal. Valt dit te rijmen? Nee, dames en heren, wat mij betreft volstrekt niet. 5 goede bestuurders en een gouverneur zijn opgestapt vanwege een uit de hand gelopen politiek proces. Een uit de hand gelopen politiek proces waarbij op dat moment niet de wil bestond om te debatteren op basis van feiten en bevindingen, maar enkel op die van beelden en vooringenomenheid. En dat heeft onnodig beschadigd. Niet alleen het aanzien van bestuur en politiek, maar ook de mens daarachter. Zeker een mens die als gouverneur vanaf dag 1 integriteit hoog in het vaandel voerde. Maar om hem daarom als hoeder te afficheren die alle misstappen had moeten voorkomen, was volstrekt onterecht. Geen enkele gouverneur, geen enkele commissaris van de Koning, in welke provincie dan ook, is direct verantwoordelijk voor de scheve schaatsen die anderen soms kiezen te rijden. Hun taak is integriteit bevorderen en risico's reduceren. Van die taak, zo kan ik u verzekeren, heeft Theo Bovens zich meer dan prima gekweten. En juist dat maakt het voortijdig scheiden van Limburg voor en hem als gouverneur buitengewoon verdrietig. Daarom was ik ook echt onder de indruk, Theo, dat jij toch in staat bleek mij warm te ontvangen op mijn eerste werkdag in het gouvernement. Natuurlijk, het kan zijn dat je ook wilde controleren of ik het zorgvuldig in de auto klaargelegde mondkapje met Limburgse vlag wel droeg. Ja. Maar toch, jij stond daar toch maar. Chapeau. En wat ik nooit vergeet, dat is die asbak op het balkon. Ja. En ik heb begrepen inmiddels dat hij van een oud gedeputeerde is. Ja. De eerste keer dat wij met elkaar gingen eten, was in restaurant De Gouverneur. Ja. Alsof jij mij er nog even weer aan wilde herinneren dat dat in deze provincie de aanspreektitel is. En je zei bovendien tegen mij: gouverneur, dat ben je nog niet geweest. Nee, dat klopt. Ik wil hier, dames en heren, beste Theo, verder geen begrafenisreden van maken. Bovendien, en het is door Annemarie Pen en René Paas al gezegd en zeer toegejuicht, wat Limburg verliest, wint Enschede. En daar wil ik die stad van harte mee feliciteren. Want zij mag nu een bestuurder verwelkomen die het in Limburg 10 jaar lang gewoon heel goed heeft gedaan. Zo hadden we het voor de pauze over een beter Limburg na corona. Ook het thema van je laatste nieuwjaarstoespraak. Een toespraak waarin je aangaf dat Limburg niet vanaf nul hoeft te beginnen. De laatste 10 jaar zat Limburg immers niet alleen qua kennis en economie in de lift, maar gingen er ook miljoenen naar een sociale agenda. Oftewel, de brede kwaliteitsvisie die jij in 2011 voor Limburg uiteenvouwde in je installatiespeech.
heeft ook echt handen en voeten gekregen. In diezelfde speech waarschuwde jij overigens ook voor je opleiding tot historicus. U zult daar nog spijt of plezier van krijgen, zo sprak je toen. Ik vermoed zomaar dat het plezier is geworden. Want naar ik begrijp, heb jij elke historische gebeurtenis aangegrepen om het unieke karakter van Limburg bloot te leggen. Zoals 25 jaar verdrag van Maastricht, dat nu, zeker door jouw toedoen, het prestigieuze Europees erfgoedlabel draagt. Net zoals je onvermoeibaar de hele Euregio, de thuisbasis van Karel de Grote, vader van Europa, bent blijven promoten als dé ideale werkplaats om te blijven sleutelen aan een beter Europa. En zie, nu is Maastricht aangewezen als gaststad voor een Europese burgertop. Zo ook 75 jaar bevrijding, dat Limburg wel nog voor corona heeft mogen beleven, omdat de vrijheid hier eerder arriveerde. Geheel volgens jouw wens waren het vooral burgers die het herdenken en vieren vormgaven. Met als resultaat provincie brede aandacht voor hoe de pijn, verwoesting en verdriet van toen te voorkomen voor de toekomst. En redelijk verbazingwekkend, en niet alleen voor een Groninger, is het aantal jubilea dat je liet vieren. 200, 175 en 150 jaar mocht Limburg het afgelopen decennium worden, omdat, en daar mocht iedereen aan worden herinnerd, het niet in één keer lukte om hier het rood-wit-blauw te laten domineren. Het feest voor 150 jaar liet je zelfs in hoofdstad Amsterdam beginnen. Mocht immers niet heel Nederland blij zijn dat al anderhalve eeuw zo'n unieke provincie rijk te zijn. Je opperde zelfs van de exacte geboortedag van 11 mei 1867 een nationale feestdag te maken. Ja. Stuk voor stuk waren de vieringen waarmee je bewust de trots van de Limburger wilde voeden. Met de bijzondere internationale achtergrond van hun prachtige provincie. Niet dat je enkel historische gebeurtenissen nodig had om statements te maken. Nou ga ik niet al je verdiensten opzommen, maar laat ik er rijp en groen een aantal noemen. Zoals, en het kwam zojuist al langs, vanuit de burgemeester van Meersen, de vervrouwelijking van het burgemeesterskorps. Geen enkele andere provincie zag inderdaad het aantal vrouwelijke burgemeesters zo sterk stijgen als Limburg. Maar daarnaast konden de burgemeesters ook rekenen op je speciale aandacht voor veilige publieke taken, ondermijning, verhuftering en vanzelfsprekend integriteit. Ook bleek vanmiddag al overduidelijk dat je minstens zoveel energie stak in internationale contacten, specifiek met die buitenlandse buren die hier altijd zoveel dichterbij wonen dan de eigen landgenoten, zoals je stevast in toespraken zei. Het waren immers juist die contacten, het samen oplossingen zoeken voor grensproblemen en samen een Europa in het klein vormen, die in jouw ogen Limburg en dus ook Nederland groter maakten. Een stelling die je onvermoeibaar bleef verkondigen. Je voorliefde voor samenwerking kwam bovendien overduidelijk terug in je enthousiaste promotie van het Rijnlands gedachtegoed. Een gedachtegoed dat in Limburg ook echt tot leven is gekomen in bijvoorbeeld de Brightland Campussen, waar onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken aan een betere toekomstige samenleving. En natuurlijk de burgertop, die ook overduidelijk jouw zegen droeg.
En dan je bijzondere relatie met de Limburgse jagers. Altijd maakte je ruimte in je agenda voor het eren en gedenken van gevallenen en veteranen. Net zoals jij je sterk maakte voor een eigen Limburgs monument op hun kazerne in Brabant. Je wist daarvoor zelfs een stukje grondgebied op deze buren te veroveren. Volgens mij refereerde de minister daar zojuist ook aan. Toch knap voor iemand die zelf niet eens in dienst is geweest. Net zoals het daarom best van lef getuigde dat je de jagers zelfs in Afghanistan opzocht. Maar bovenal denk ik, Theo, dat jij de geschiedenis ingaat als de bovenste beste verbinder. Een gouverneur van alle Limburgers en een uitgesproken boegbeeld. Bovenste beste verbinder, omdat je onvermoeibaar was in het verbinden en het bouwen van bruggen. Je was niet alleen een kei in het leggen van letterlijk grensoverschrijdende contacten, maar ook in die op het gebied van samenleving, kunst en cultuur. Zo wist je charitatieve en sociale fondsen te verenigen om samen maatschappelijke problemen te tackelen en nam je ook je rol in de fusie tussen de Limburgse en Brabantse symfonieorkesten tot Philharmonie Zuid-Nederland. Een gouverneur van alle Limburgers, omdat je net zo onvermoeibaar was in het leren kennen van wie je nog niet kende. Zoals met je zomertours, waarin je specifiek die groepen opzocht waarmee je vanuit het gouvernement niet automatisch contact had. Zoals jongeren, nachtwerkers en zorgbehoevenden. Of de statentours, echt uniek denk ik in Nederland, waarmee je de nieuw gekozen statenleden ook buiten de statenzaal wilde leren kennen. En natuurlijk je oprechte inzet door die onwerkelijke coronacrisis heen te loodsen. De eerste maanden sprak je ze zelfs elke dag toe. Een uitgesproken boegbeeld mag ik je noemen, omdat je ook echt onvermoeibaar was in het promoten van Limburg als een werkelijk unieke provincie binnen Nederland. Het Limburg van Theo Bovens is een Limburg waar elke Limburger trots op mag zijn. Of vier, zoals je zelf graag zegt. Tot slot, al is dat niet echt een verdienste, vind ik het noemenswaardig dat jij als enige gouverneur en zeker als enige commissaris van de koning een vaste waarnemer had. Een Theo de Tweede, die het van jou overnam als Limburg echt op zijn kop stond. Maar naar ik begreep was hij maar 3 dagen per jaar beschikbaar. Met vastelovend dus, als ik het goed uitspreek. Maar goed, ook dat was dus mogelijk in het Limburg van Theo Bovens. Beste Theo, of laat ik je nou meer eerbiedwaardig oud-gouverneur noemen. Of eregouverneur, zoals ze in België doen. Of misschien nog mooier, emeritus-gouverneur. Ja. Bijna een decennium lang was je gouverneur van deze mooie provincie Limburg. En buiten kijf staat dat jij je in dat mooie ambt enorm hebt ingezet voor Limburg en de Limburgers. Jouw enorme inzet, die mij de grote eer verschaft jou de provinciale erepenning uit te mogen reiken. Je weet dat op dit eremetaal slechts weinig woorden passen, maar deze luiden uit bijzondere erkentelijkheid voor het belangrijke werk ten dienste van de provincie Limburg. Het zijn maar 13 woorden, maar ze staan voor de grote waarde die jij, Theo Bovens, integer tot op de knook bijna 10 jaar lang voor Limburg was. Namens Limburg zeg ik heel veel dank, of nog veel beter, Theo, bedankt.
maar ik weet niet of ik dat laatste allemaal goed zeg.